Hallo jongens, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video, dit keer over de kraker van je welste in de Premier League tussen Manchester City, de kampioen van vorig jaar, en Liverpool, de kampioen van dit jaar. Ja, Bas, de mannen van Liverpool, met Van Dijk natuurlijk, uh, op de voorgrond hebben goed gefeest, wel binnen de coronaregels, hier niet echt anderhalf meter afstand, maar een bescheiden feestje was het. City hoopt natuurlijk dat ze toch wel even te diep in het glaasje hebben gekeken. Wat natuurlijk ja. ook mag, vind ik, naar uh, eerste kampioenschap sinds 30 jaar. Maar uh, ja, ruim verdient nog. Ja, we hoeven niet over Liverpool heel erg lang te praten. Dat was fantastisch. Heel mooi jaar gehad. En nu moeten ze op bezoek bij de ploeg die vorig jaar één puntje voorsprong op ze had, volgens mij. Niet normaal, Manchester City. Wat ik wel leuk vind van City: ze gaan een ERA geven aan Liverpool ja Wel verdiend. Zeker. En uh, zo'n Eer Haag normaal in een vol stadion heeft dat natuurlijk wel iets extra's. Hè. Uh, het ziet er nu denk ik een beetje onwerkelijk uit. Maar uh, het mooie is ook wel als je de spelers van Manchester City en die van Liverpool uh, over de concurrenten hoort praten, dan, uh, het respect uh, het druipt eraf. Hè. En t, uh, ja, ik, ik vond het ook wel interessant. Uh, Kevin de Bruyne vorig weekend zag ik een interview met hem op de BBC. En die zei, hij vond Liverpool eigenlijk in het seizoen dat City kampioen werd, dus een seizoen eerder, vond hij Liverpool eigenlijk nog veel beter, nog indrukwekkender uh, dan het huidige seizoen. Heb jij dat ook? Ja, ik was het eigenlijk wel met hem eens, omdat uh, Liverpool heeft dit seizoen, nou, ze hebben waanzinnig veel uh, punten, ze kunnen puntenrecord ook nog gaan breken in de Premier League, um, maar ze hebben ook wel ja, een paar benauwde zekers gehad. Hè. Uh, ik kan me uit Aston Villa nog herinneren, uit Norwich was ook niet zo overtuigend. Zeker uh, tegen die wat mindere tegenstanders hè, die zich echt terugtrokken. Ligt Liverpool, denk ik, ook wat minder uh, met de speelstijl? Liverpool is gebaat bij, bij een hoog tempo, bij veel ruimte. Bij een, ja, een soort rollercoaster-wedstrijd. Uh, en um, ja, die wedstrijd was Liverpool wel ja, wat minder overtuigend dan, uh, dan dat ze een jaar eerder waren als uh, achtervolger. Ja, eerder dit seizoen werd het 3-1 voor Liverpool op Anfield. Dit keer ja. Guardiola speelt niet echt ergens meer voor. Mogelijk komen ze niet meer uit in de Champions League. Ze staan met een straatlijke voorsprong op Leicester City. Dus eigenlijk kan Guardiola lekker gaan experimenteren tegen Liverpool. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Ja, zeker. En ik denk dat dat ook interessant is bij Manchester City in deze periode. Want Aguero is natuurlijk langere tijd uitgeschakeld met de kniebesuren. Ik ben met name benieuwd hoe ze het voorin gaan oplossen. Gabriel Jesus valt in mijn ogen... Uh, heel erg tegen, eigenlijk. Hij, hij begon natuurlijk uh, spetterend bij Manchester City. Hè? Hij speelde ook weer uh, vrij snel uit de basis. Ik daarna een terugval, nou, wat denk ik logisch is. Bij een jonge Braziliaan in, de, in een sterke competitie zie je dat we vaker het wennen aan, aan de nieuwe omstandigheden. Mm -hmm. Maar ik had wel verwacht dat uh, Jesus zou doorpakken in de seizoenen uh, daarna. En hij staat een beetje stil. Sterker, hij lijkt steeds meer moeite te krijgen met die rol uh, als spits. En ik vraag me eigenlijk ook af, want hij vertelt daar zelf ook over, dat hij het ook wel lastig vindt: die gevechten met centrumverdedigers. Hè? Nu ook. Hij zal tegen tegenover Van Dijk en uh, ja, Joe Gomez uh, komen te staan. Um, ja, hij, hij komt ook eigenlijk liever op snelheid vanaf de flanken. Uh, dat hij meer ruimte heeft om, uh, om te bespelen. Ja, dat is natuurlijk wel een probleem voor, uh, voor Guardiolo, die dat centraal voorin uh, gaat oplossen. Misschien dat hij wel een vals spits tegenover zet. Ja, gaat hij experimenteren, denk je? Ja, dat, lijkt mij, dat lijkt mij wel een, uh, een goed idee. Zeker tegen de hè? Want kijk, je moet eigenlijk uit de duels met Van Dijk blijven. Want in die duels met Van Dijk ben je kansloos. Of hij, uh, of hij blijf, gaat de duel zeg maar, uit de weg en zet een stap terug. Nou ja, dan, dan lopen aanvallers zichzelf vaak uh, vast. Um, maar je moet eigenlijk op snelheid eromheen zien te werken. En City heeft daar natuurlijk wel de spelers voor. Met Mares, uh, die een goede benen is. Ja, zeker. Zeker. En uh, nou, Jesus zou dat ook kunnen vanaf de flanken, Sterling. Ik denk dat uh, Guardiola ja, voor veel snelheid gaat kiezen voorin. Veel positiewisselingen, geen uh, vaste spits. En uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe Liverpool daarmee omgaat. Het is sowieso een interessante matchup, omdat Liverpool natuurlijk graag uh, hoge druk zet. Uh, Manchester City wil er altijd onderuit spelen. Vaak gaat het ook mis dan tegen Liverpool. Ik kan me nog herinneren inderdaad die wedstrijd op Anfield die je net noemde. Uh, Angelino die dramatisch speelde uh, die dag. En ja, je hebt dan maar echt uh, verdedigers nodig die een goede doen zijn. Hè? Want het is lastig het eronder uitspelen. Liverpool kan als geen ander druk zetten. En ja, een foutje wordt snel afgestraft. Uh, dus ja, ik ben benieuwd in hoeverre Liverpool ook de concentratie kan uh, doortrekken. Ik ook. Uh, Guardiola is wel een beetje. Ja, die heeft een beetje angst voor kloppen, vaak voor zijn teams. het lukt niet heel vaak tegen hem. Nee, klopt. Ja, omdat het klopt natuurlijk. Nou, Liverpool wordt terecht beschreven als een, als een pressing machine. Hè. In het rugzetten is de, is de beste ploeg uh, van de wereld, zonder twijfel. Omdat ze bouwen eigenlijk iedere ruimte dicht. Het zit zo goed in elkaar, de onderlinge afstanden kloppen telkens. En ja, ze hebben dan ook nog eens de klasse eigenlijk om binnen één of twee passes uh, voor het doel te staan. Klopt, uh, sprak er wel eens over dat hij, uh, dat hij geen spelmaker nodig had. Want uh, Gegenpressing was zijn spelmaker. Hè. Ze veroveren de bal altijd in zo'n situ situatie dat de ruimte groot is. En dat het relatief makkelijk is om uh, tot grote kansen te komen. Ja, voor City, uh, ja, voor City is dat. Eigenlijk, ze kunnen geen vervelende tegenstander treffen. Want ja, ze lopen toch wel heel vaak uh, in de, in de vallen. Guardiola is ook geen trainer die tegen zijn spelers zal zeggen van nou, kies dan maar veel vaker voor de lange bal. Ze zullen dat wel af en toe doen, maar ze zullen nooit uh, helemaal een, uh, hun eigen stijl uh, verlaten. En, dus ja, City heeft eigenlijk altijd problemen tegen Liverpool. Ja, een beetje waar ik op hoop, dat deze Paal gaat spelen, Phil Foden. Ik vind dat echt zo'n mooie speler, die heeft echt, echt lijm aan zijn voeten. Ja, ja het, is een, uh, het is een soort Engelse Iniesta hè. Ja. Zo technisch. En uh, ik moet zeggen dat veel Foden, daar geniet ik het meest van in, in de recente weken bij Manchester City. Voor Manchester City Hij speelt veel en, uh, ook eindelijk. Ja, precies. Het was lang, het was lang ook een beetje irritant, hè? want iedereen wist hoe, hoe goed uh, Foden uh, kon spelen. Zijn Guardiola ook heel vaak, ja. Ja, precies. En uh, we kennen hem natuurlijk van de jeugd in het land en uh, van de korte invalbeurten. Het ja, talent spatte vanaf. En Guardiola inderdaad was lovend over hem. Ja, als kijker dacht je dan wel van, ja, laten we hem vaker zien. Hè? Als je City zat te kijken, je had echt zin om veel Foden te zien. Dat is toch wel bijzonder voor zo'n jonge jongen. En uh, ja, deze maanden merk je wel echt dat Guardiola... wordt weer een volgende stap gezet in het ontwikkelen van Foden. Uh, David Silva gaat natuurlijk uh, stoppen bij Manchester City. Uh, Foden is de droomde opvolger. Uh, City gaat ook geen vervanger halen voor David Silva. Foden wordt gewoon doorgeschoven en uh, ja, hij kreeg in deze maanden eigenlijk uh, de kans om, om te groeien hè? en uh, wat dat betreft zijn de omstandigheden ja, wel prima voor City. Uh, natuurlijk hadden ze nog liever in de titelstrijd gezeten, maar de druk in de Premier League is er wel grotendeels af, ze kunnen zich klaarstomen voor de, de eindfase van het FA Cup-toernooi en de Champions League en uh, ja, voor Foden is dat een mooie kans om, uh, ja, om zijn stempel te drukken. Zeker, ik ben benieuwd naar de wedstrijd. Ik hoop jullie ook, beste kijkers, laat hieronder even de uitslag weten. Bas, ik vraag aan jou de uitslag City Liverpool. Ik denk 2-2. Ik, eh, ik fac echt een spectaculaire topper. Maar zonder winnaar. Ja, ik, ik vind het lastig. Ik vind de uh, live, Liverpool. Uh, ja, ik kan me toch voorstellen dat ze niet op 100% uh, draaien. Ze zullen ongetwijfeld willen, want ze kunnen nog records verbreken. Ze kunnen de Premier League Club worden met de meeste punten ooit. Maar onderbewust doet het toch wat met jou als je de titel al binnen hebt. En ja, bij City, tegen Chelsea zag je het ook. Ze proberen er onderuit te voetballen, maar het loopt nog niet dusdanig goed. En dat is denk ik ook logisch na die pauze dat het altijd vlekkeloos gaat. Dus daarom verwacht ik veel goals. Heel goed, dankjewel Bas. Jullie kijkers, veel plezier met de wedstrijd. En uh, wat ik zei, laat hieronder even de uitslag weten. Dan gaan we kijken wie er gelijk heeft. De groeten. Hey, en vergeet niet te abonneren op het YouTube-kanaal van de VI. Like.